Mijn ervaring als verbouwer van oude huizen in Nijmegen, waar ik in 1982 mee begonnen ben, dus dat is wel even geleden. En waardoor ik dus eigenlijk heel veel ervaring heb op het gebied van verbouwen in oude huizen. Ik kreeg van steeds meer mensen de vraag van, kom eens kijken, hoe pak ik dat aan in mijn huis? Wat is de beste manier om dit te doen? En dat werden op een gegeven moment zoveel mensen dat ik dacht van, misschien moet ik dat bundelen. Misschien moet ik daar één avond van maken en een beetje samenvoegen, dat mensen dat ik niet steeds hetzelfde verhaal hoef te vertellen. In de wijk Bottenlaal vond gisteravond een informatiebijeenkomst plaats die ging over huisisolatie en energiebesparing. En vooral bewoners van oude huizen komen daarop af, want in een oude woning wordt vaak meer energie verbruikt vanwege een slechtere isolatie. Ik heb alle kieren in de kelder dichtgemaakt en de kozijnen afgeplakt. En ik zit nog steeds in de kou, dus dat is de oorzaak niet. Nou, misschien een deskundige daar eens een keer naar kan kijken. Ja, de kozijnen zijn erg tochtig. Aan de achterkant hebben we 5 jaar geleden nieuwe kozijnen geplaatst. Maar aan de voorkant beschermt stadsgezicht. Dus daar komt nog een aanvraag van de gemeente bij kijken. Ja, wat is daar mogelijk? Het verduurzamen van huizen, ja, dat kan worden gezien als een behoorlijke klus. En dan zijn er ook nog eens heel veel meer aanbieders op de markt. Een beginpunt vinden kan daarom nogal lastig zijn. Het is eigenlijk altijd maatwerk in een oud huis. Maar eigenlijk is een eye-opener toch wel dat mensen eerst moeten meten. Met de warmtebeeldcamera. Eerst kijken naar hun huis, waar lekt mij de warmte weg? En dan het belangrijkste is natuurlijk van het gas af of minder gas gebruiken. En minder gas gebruiken wil eigenlijk zeggen zorgen dat je in huis een lage temperatuurverwarming creëert. Ondanks dat je nog een bestaande cv-ketel hebt, als jij een lage temperatuurverwarming in jouw huis aanlegt, gebruikt die bestaande cv-ketel ook minder gas om jouw huis te verwarmen. Tijdens de avond worden allerlei goede ideeën voor de verduurzaming van je huis voorgeschoteld. Want waar het voornamelijk om gaat, dat mensen zin krijgen om weer met hun huis aan de gang te gaan. En ook weten hoe ze het dan moeten doen. En ze komen eigenlijk hier voor antwoorden, maar ze moeten eigenlijk eerst de goede vragen stellen.